Een van de eerste activiteiten vandaag was de onthulling van het bord welke de grens naar het Saramacaans woon- en leefgebied duidelijk aangeeft. De markering moet meer bewustwording creëren over de grondenrechten van de Saramacaanse gemeenschap. Arantxa Swedo maakte voor u het volgend verslag. Het Saramacaans woon- en leefgebied valt onder het internationaal recht. Daarom wordt vandaag een bord onthuld waarbij de grens duidelijk wordt aangegeven waar het Saramacaans woon- en leefgebied nou eindelijk begint. En dat wordt gedaan vandaag op Samakadaka, een eenmalige nationale vrijdag. Het is 260 jaar dat onze voorouders hun verdragen hebben getekend met de koloniale overheid van toen, dus de Nederlanders, dus Koninkrijk der Nederlanden. En we hebben dit bord geplaatst als een grensbord, punt 1, om de mensen duidelijk aan te geven dat op het moment dat je dit bord passeert, dat het het Samaka grondgebied is. En in ons grondgebied zijn er internationale rechtgeving van toepassing. Ja, dat zijn onze rechten, want wij zijn tribale volkeren. En wij vallen onder het internationale jurisdicties. We vallen niet onder het nationale. Als je het artikel van Suriname, het grondwet van de Surinaamse overheid leest, artikel 1500, geeft het ook aan dat de Surinaamse overheid, het nationale overheid, zeg maar de nationale wetgeving, valt onder het internationale recht. Dat betekent dat onze rechten in principe daarbovenop staan. Maar onze mensen worden te weinig daarover geïnformeerd wat hun rechten zijn. En als je kijkt naar die Samaka-vonnis, wat is uitgesproken in 28 november 2007, daar zijn onze rechten vastgelegd, waarbij het Surinaamse overheid is gevonnis om het feit dat ze ons niet hebben opgenomen in het grondwet van Suriname. Activist Asawini Edenburg zegt dat de Surinaamse overheid weigert de wetten en regels van het Saramacaanse volk zichtbaar te maken, ondanks het vonnis dat ze is opgelegd. Daarom zal het Saramacaanse volk niet langer aan de kantlijn blijven staan. Onze wetten en regels zijn niet zichtbaar. Dus vandaar dat wij dan zeggen van oké, dan gaan wij een bord plaatsen op ons grensgebied. Zodat wanneer de mensen het betreden, dat ze weten welke wetten en regels hier van toepassing zijn. En dat ze zich ook daaraan moeten houden. Want als ze zich niet daaraan houden, dan komen ze in strijd met het Samaka-vonnis en met de verdragen van 19 september 1762. Want wij zijn uitgeroepen als vrije mensen en we hebben een autonoom bestuurssysteem. Dat betekent, wij zijn onafhankelijk van de... We zijn niet afhankelijk van de Surinaamse overheid. Ja, we zijn een zelfstandig orgaan. Die tweede wa, het is die Samaka-vonnis van 28 november 2007 van de Inter-Amerikaanse Court of Human Rights, serie C, nummer 172. Die Samaka-vonnis, het is konata die letti, die gaku tubaka internationaal dau. A pampia de skifie hier relatief voor de ne dat de isidelet ja kino sata juda wa inter nationaal rechtgeving tribale volkeren en ide beschermd volkeren ugoliba. Het was ons een waar genoegen om deel te zijn van dit historisch moment. Het was de onthulling van het bord waarbij duidelijk de grens wordt aangegeven van de woon- en leefgebieden van de Saramacaners. Wij feliciteren de Saramacaanse gemeenschap met dit geweldig moment. Onze rapportage stopt hier, maar het wordt nog steeds feestelijk gevierd.